op de 3 huishoudens kan niet meer rondkomen. Zo berichtte het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting eerder deze maand. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan, de stijgende energierekening. In een jaar tijd steeg deze met 82%. Gascrisis. Hij was €260. Met de snel oplopende energieprijzen wordt het probleem alleen maar groter. En hij is nu €970. Dat is meer dan 50% van mijn inkomen. Dit loopt uit de klauwen. Als je alleen de AOW hebt, dan valt het niet mee, hè? Huizen met tocht en vocht en slechte isolatie. Nu blijkt dat bijna de helft van de huishoudens in Nederland in een huis woont met een relatief lage energiekwaliteit. Mijn vorige huis, dat was zo lekker als een mandje. Ja, dan ben je gewoon de pineut. Energiebedrijven merken dat de betalingsproblemen van klanten toenemen. Vooral de kleine energiemaatschappijen zijn soms onverbiddelijk en sluiten mensen al na een maand af. Maar heel veel mensen loopt de nood nu al hoog op. Dat snap ik. En niet alleen mensen met een uitkering, maar ook mensen die werken eigenlijk niet meer rond kunnen komen. Het kabinet zal met Prinsjesdag ook met maatregelen weer komen hoe we mensen kunnen compenseren. We zijn blij met de stappen en tegelijkertijd maken we ons nog wel steeds heel erg zorgen voor deze winter. Het wordt moeilijk voor iedereen. En voor u? Voor mij ook, ja. Een verdrievoudiging van je energierekening in 1 jaar. Het is eerder regel dan uitzondering. Zo weet ook Peter Essers uit Maastricht. Ja, en hier hebben we dan de thermostaat. Deze staat op dit moment op 25 graden. Het is buiten lekker weer. En die gaat dan komende winter, gaan we die zetten op 18 graden. Maar dit is toch de enige manier, lijkt mij, om die energiekosten te kunnen beperken of lager te kunnen krijgen. Dat is de ergste nachtmerrie die je me kan voorstellen. Ja. We konden doen en laten wat we wilden. We konden lekker eten, we konden drinken wat we wilden. We konden bij bol.com kopen wat we wilden. En nou is er eens hop, alles voorbij. Knip op de beurs en dubbeltjes tellen en kwartjes tellen. Dat heb ik me nooit kunnen voorstellen dat ik ooit in die situatie zou geraken. Maar helaas, 2022, Nederland, het is zover. Peter Essers woont in Maastricht samen met zijn vrouw Annie. Als kind kreeg hij polio en sindsdien zit hij in een rolstoel. Ondanks zijn handicap heeft hij zijn hele leven gewerkt. Hij en zijn vrouw komen rond van de AOW en een klein pensioentje. Ik had in januari een leuk inkomen van ruim €2400. En als ik daar mijn vaste lasten van afhaalde en €229 van de cent van afhaalde, hield ik ongeveer €750 per maand over. Peter en Annie betaalden dus €229 per maand aan energiekosten. Dat was bijna 10% van hun inkomen. Een relatief hoog bedrag, maar goed verklaarbaar doordat Peter en Annie bijna de hele dag thuis zijn. Dit is dan ook nog een extra energieverbruiker. De elektrische tillift die ik nodig heb om transfers te maken van de rolstoel naar het bed en van het bed naar de rolstoel. Dat verbruikt dus extra stroom. Dan zitten we in een elektrische rolstoel die extra stroom verbruikt. Buiten staat de scootmobiel van mijn echtgenote die ze nodig heeft voor buitenshuisverplaatsingen. Ook extra stroom. En dan zitten we dus ook nog door het stilzitten. Hebben we veel meer te maken met kou, doordat we veel te weinig lichaambeweging hebben. Altijd koud, koud, koud. Afgelopen februari liep Peters vaste contract af. Sindsdien zijn de energiekosten elke maand gestegen. Omdat ik nu in plaats van €229 aan energiekosten, nu vanaf augustus €616 per maand aan energiekosten moet gaan betalen. Nu kom ik ineens bijna €100 per maand sowieso tekort. En ja, ik weet niet hoe ik dat moet gaan oplossen. Was hij voorheen nog 10% van zijn inkomen kwijt aan energiekosten? Inmiddels is dat 25%. En Peter is niet de enige. Ja, het is zo dat iedereen hiermee te maken krijgt. Hè? Dus zodra je vaste contract afloopt, dan val je eigenlijk in een variabel contract. En de tarieven, de variabele tarieven in die contracten liggen gewoon een heel stuk hoger. Dus dan praat je over een factor 3, factor 4 van wat je nu betaalt. Ook Peter gaat dus 3 keer zoveel betalen. Van €229 naar €616 per maand. Daardoor is er geen geld meer voor de boodschappen. En dat zorgt voor veel stress. Ik schaam me mee, ja. Ja. Sorry, maar ik heb mijn hele leven lang heb ik me, ondanks mijn beperkingen, kunnen herraden. Ik had niemand nodig, alleen een paar hulpmiddelen. Maar financieel kon ik me helpen. Ik had een auto, ik kon gaan waar, en staan. Ja, staan niet, ik kon gaan waar ik wou.
En nu kon ik ineens, moet ik ineens aan iedereen gaan vertellen, want joh, ik kan mijn rekening niet meer betalen. Er is zelfs al een familielid geweest die heeft het financieel willen steunen. Dan heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Ik schaam me dood. Ik kan dat niet accepteren. Ik wil dat niet. We gaan met Peter een stukje rijden richting België. De grens is namelijk maar 1,5 kilometer van zijn huis. Daar laten we hem een boodschap zien van Koen, die zijn kosten heeft vergeleken. Goedemiddag, meneer Essers. We hebben gekeken naar uw huidige energiecontract en wat het verschil kan zijn als u in één keer in België zou wonen. Dat zou dan €100 in uw voordeel zijn, wat toch best een behoorlijk verschil is. Ja, inderdaad. €100 goedkoper hier gewoon om even de grens over te wippen. Ja, moet ik toch maar gaan kijken of ik hier ergens een aangepaste woning kan vinden. Ja, dat lijkt me best wel leuk. Maar helaas, ik woon in Nederland. Ja, dus de landen om ons heen zijn over het algemeen goedkoper. En dat heeft dan vooral te maken met prijsplafonds. He, dus in Spanje, in Portugal, in Frankrijk stelt de overheid een maximumtarief in. Dat betekent dat je als energieleverancier niet boven een bepaalde kilowattuur of kuubprijs mag komen. En dat zorgt ervoor dat er zo'n groot verschil is met Nederland. We spreken over één Europa. Hè? En we moeten ons wel allerlei regeltjes houden van één Europa. Maar wat betreft de kosten en de prijzen van allerlei dingen, doet ieder land op zijn eigen manier. Ik begrijp dat niet. Gas is gas en dat zal toch voor iedereen even duur moeten zijn, dacht ik tenminste. Bij mij in de studio Cor Molenaar, hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom meneer Molenaar. De energierekening van Peter is bij, net als veel andere Nederlanders, dus verdriedubbeld. Ik heb vanochtend ook even naar mijn eigen energierekening gekeken. In juni heb ik die afgesloten. En ik keek vanochtend, als ik met hetzelfde geschatte verbruik dat invulde, dan zou ik nu in plaats van €170 per maand, €336 per maand betalen. In 3 maanden tijd is dat dus verdubbeld. Hoe kan dat? Ja, het begint natuurlijk bij de gasprijs. De gasprijs komt tot stand op de wereldmarkt. Men koopt en verkoopt. Dat betekent dat er heel veel vraag is naar gas, dat die prijs stijgt. En Rusland heeft ervoor gezorgd dat er weinig aanbod is en veel vraag. Juist. En ook nu weer, ze sluiten gewoon de gastoevoer. En dan zie je dat er heel veel vraag is, dus die prijs die stijgt. Geweldig. En dat onder andere een van de redenen dat die gasprijs zo stijgt bij de consumenten. Maar dat is dus per land ook verschillend in Europa? Want... Nee, dat niet. Nee. Want de inkoopprijs is natuurlijk hetzelfde. Ja. Maar dat wordt opgewekt in energiecentrales. En daarna kunnen andere partijen dat kopen. Juist. Op dat moment. En in Europa hebben we toen gezegd, al heel lang geleden, dat koppelen de gas of de elektraprijs aan de gasprijs. Dus je koopt dat in voor een vaste prijs die gekoppeld is aan de gas. Dus als het stijgt, is ook de inkoop veel hoger. En dan komen de lokale regeringen. En in Nederland is dan zo dat we 35,7% belasting erover moeten gaan betalen. Juist, dat is heel hoog. Dat is het hoogste in Europa. Ja. En daarnaast komt nog natuurlijk dat die levende kosten moeten komen enzovoort. Want u zegt die belastingen die wij in Nederland over ons gasprijs betalen zijn het hoogste in Europa. Ja. De uiteindelijke prijs die, nou als we even kijken naar de rekening van Peter, die zou in België een stuk lager zijn. Hoe zit dat in andere Europese landen? Nou, om te beginnen moet je kijken naar de BTW. Wij hebben de BTW nu verlaagd op de energiekosten. Die is nu 9%. Ja. Maar in België 6%. Okay. En in Spanje 5%. Kijk, dat tikt dan natuurlijk lekker bij. En nu denkt de regering erover om ook die BTW weer te gaan verhogen naar 21%. Tja. Hopelijk valt het anders uit in september, hoor. Maar dan wordt de pijn nog groter. Nou, laten we even kijken, voordat we met u verder spreken, hoe die energierekening dan precies in elkaar zit. Want het is best wel ingewikkeld. En dan kunnen we goed kijken naar die verschillende onderdelen. Want de prijs van energie die is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals ik zei. En tot en met 2021 was de verhouding als volgt. De prijs van het gas en de elektriciteit die wordt op de energiemarkt bepaald, zoals meneer Molenaar net zei. En dat is een kwestie van vraag en aanbod. Het verbruik van gas en elektriciteit, dat is ongeveer 37% van de totale energierekening. Daarbovenop komen nog een aantal onderdelen. Allereerst de netbeheerskosten. Dat is om de gasleidingen en het elektriciteitsnet te onderhouden. Dat is ongeveer 18% van de rekening. Daarnaast zijn er allerlei belastingen, waaronder de energiebelasting. In totaal zo'n 45% van je rekening. En in 2022 heeft de regering de BTW op energie verlaagd van 21% naar 9%. En ook is er een forse vermindering van de energiebelasting. Daardoor zijn de verhoudingen nu veranderd. Gas en elektriciteit bepaalt nu voor 65% de prijs. De netbeheerskosten zijn nog 11%. En de belastingen die beslaan nu nog 24%.
Nou, we bekijken het probleem van meerdere kanten vandaag. Dus ook bij mij aangeschoven is Henry Bontebal, Tweede Kamerlid voor het CDA. Welkom, meneer Bontebal. U stelt een hele rits Kamervragen aan de minister voor Energie en Klimaat, Rob Jetten. Waar gaat het mis volgens u? Nou, je ziet dat op dit moment de energiemarkten eigenlijk best wel in paniek zijn. Ja, dus dat heeft enerzijds te maken met die hoge elektriciteits- en gasprijzen. Maar ook wel op de manier waarop we die markt hebben ingericht. Hè. Je ziet, als je nu een nieuw contract wil sluiten, dan kan je alleen maar contracten met variabele tarieven afsluiten. Wat u zelf deed bij Vattenfall. Dan krijg je een modelcontract. En dat zijn contracten met enorm hoge tarieven. Terwijl als je kijkt, als je naar Duitsland kijkt, dan zie je dat je daar bijvoorbeeld alleen maar jaarcontracten kan afsluiten die ook wel in prijzen iets goedkoper zijn. Nou, dat heeft te maken met opzegvergoedingen en hoe lang je op die markt of hoe lang je je contract vast moet houden. Mm-hmm. Nou, dat zijn ook dingen waarvan ik denk dat de overheid daar wel degelijk op kan ingrijpen. Dat gaat niet alle problemen oplossen. Maar ja, iets stevigere regulering op die energiemarkt. Even weer opnieuw goed nadenken over het aanbieden van jaarcontract. Ik denk dat dat voor een deel de prijs ook al een stukje kan dempen. Ja, want als we nu kijken naar de prijzen die er nu worden gerekend, is natuurlijk ook de vraag, wie verdient er aan deze crisis? Ja, dat is heel duidelijk, denk ik. Er zijn twee partijen die veel verdienen. Dat is om te beginnen de centrales. Want alle energie die opgewekt wordt, wordt berekend tegen de gasprijs. En wat we dus nu zien, dat was uit het verleden, toen hadden we alle energiecentrales, die gingen op gas. Maar tegenwoordig heb je ook steenkolen, je hebt kolen, ook altijd. Maar ook een heel stuk duurzame energie. En dat is ongeveer 14-15% Dus de energiecentrales, ja, die verdienen hier aan. Maar wat nu de truc? Het laatste beetje wat je nodig hebt om die energie te maken, ja, dat is natuurlijk het duurste, en dat is gas. Dus we berekenen alles tegen die gasprijs. En dat is ook de reden andere landen die met name olie gebruiken of steenkool gebruiken, toch zeggen die koppeling met gas, dat klopt niet meer, al we zien op de energie gaan maken. Dus dat is een van de redenen. U zegt die koppeling zouden moeten loslaten, maar u zei wat interessants. U zei er zijn twee partijen die hier aan verdienen. U heeft er nu één genoemd. Wie is die ander dan? De overheid. De overheid als de overheid procentueel belasting gaat heffen, hebben ze belang bij hoge prijzen. Juist. Want hoe hoger de prijzen komt, hoe meer belasting je binnenhalen via bijvoorbeeld de BTW of via toeslagen als die procentueel zijn. Dus de grootste verdiener is de overheid. Nou, dan ga ik even naar meneer Bontebal, want de BTW is verlaagd, de belastingtarieven die zijn meer teruggeleverd aan de consument. Maar het is niet genoeg. En uw partij heeft hier wel mee ingestemd. Nou, wat je ziet is dat er in het compensatiepakket van 2022... zie je dat eigenlijk de combinatie van alle energiebelastingen zodanig naar beneden zijn geschroefd dat je eigenlijk op nul komt. Grofweg, een gemiddeld huishouden. Ja. Rond de 12 euro zit je dan. Daarboven is het natuurlijk wel de BTW en die tikt inderdaad procentueel mee. Dus als je een forse energierekening hebt, de kale leveringstarieven, ja, dan tikt dat natuurlijk fors mee in de BTW. Dus daar zie je inderdaad dat aan de BTW-kant die inkomsten wel sterk zijn gesteld. Nee, maar goed, u zegt nu, maar het is niet genoeg. Want nog steeds gaat de rekening van Peter, die gaat van 2 naar 600 euro, ondanks dat die BTW verlaagd is. Ja, maar je ziet dus dat dat vooral inderdaad met die hoge gassen, die elektriciteitsprijs te maken heeft, die leveranciers in rekening brengen. Dus u zegt dat ligt niet aan de belastingen die de overheid heeft. Bent u het daarmee eens, meneer Molenaar? Nee, dat ben ik niet mee eens. Kijk, wat ik niet snap, er worden toeslagen gegeven, dus belasting gegeven, en daar ga je nog een keer BTW over betalen. Nou, het is een toeslag op toegevoegde waarde. Een toeslag die levert geen toegevoegde waarde. Dus ik snap niet dat we daar BTW over moeten gaan rekenen. Dat je dat gaat doen misschien over de inkoopprijzen. Dat snap ik wel. Dus ik denk dat daar ook een weeffout zit in het hele systeem. Okay. En dat scheelt op tommelijk al 9%. Nou, laten we erover doorpraten. Nog even naar een ander voorbeeld. Want vanwege de hoge kosten proberen heel veel mensen te besparen. Logisch, op hun energierekening. Bijvoorbeeld door de thermostaat lager te draaien of minder lang te douchen. En ook kun je investeren in betere isolatie van je woning. Maar ja, hoe doe je dat nou als huurder van een woning met een zeer slecht energielabel? Ik ben Mira van Looy. Ik woon hier ongeveer 17 jaar. Het huis is altijd koud geweest, altijd tochtig geweest. En ik weet niet hoe ik het straks nog moet gaan betalen als mijn rekening omhoog gaat. De huurwoning van Merel is moeilijk warm te krijgen. En de kachel hoger zetten betekent hogere kosten. Omdat ze door medische omstandigheden moet leven van een bijstandsuitkering, is dat niet op te brengen. Ik heb op dit moment nog een hele zuinige energierekening van 49 euro per maand. Maar in februari loopt mijn contract af. Dus zijn de rapen gaar. En Merel bezuinigt al waar ze kan. Kachel maximaal op 18, alleen 's avonds. Één keer in de week douchen. Ik weet niet wat ik straks moet doen. Één keer in de maand douchen, dat gaat het ook niet meer. Dat gaat het verschil niet meer zijn, zeg maar.
Merel is benieuwd naar haar nieuwe maandtarief. Ze belt met energieprijsdeskundige Koen Kuiper. Hij heeft het voor haar uitgezocht. Je weet niet wat er te wachten staat volgend jaar als je contract afloopt. Klopt nee, dat? Klopt. Ja, ik weet gewoon niet. Ik heb me er nog niet in verdiept, want ik ben er eigenlijk gewoon heel erg bang voor wat ik te horen krijg. Ja, kijk, wat ik nu zie is dat je nu nog een heel voordelig energiecontract hebt. Als je nu een nieuw contract zou afsluiten, dan ligt het tarief 3 tot 4 keer zo hoog. En als ik dan kijk naar de tarieven die je nu betaalt en ik vermenigvuldig die met factor 3, dan kom ik uit op een maandbedrag tussen de 100 en 150 euro. Dus dat betekent dat je 3 keer zoveel kwijt bent, circa. Voor stroom en gas dan dat je nu kwijt bent. Ja, dat is wel heftig, ja. Ja, ja het is natuurlijk ten opzichte van anderen niet echt mega hoog. Maar ja, ik ben dus al heel zuinig. Dus, ja. Maar ja, goed, met een bijstandje heb je niet echt reserves. Nee, ik bedoel, ik heb nu geen extra, dus ik heb niks over. Dus ik heb geen 100 euro extra over in de maand. Ik heb geen idee hoe ik dat bij elkaar moet schrapen. Ik denk dat ik maar bij de woningbouwvereniging in kantoor ga zitten overdag om warm te blijven of zo. Want zij maken dat het huis zo koud is. Het verhaal van Merel staat niet op zichzelf. De Woonbond krijgt veel meldingen over slecht geïsoleerde woningen in de sociale huursector. Dat zijn natuurlijk bij uitstek de woningen waar mensen tegen hoge stookkosten aanlopen. En we maken ons juist zorgen over de categorie mensen met een laag inkomen in een onzuinige woning. Want die komen gewoon het ergst in de problemen. Dus ja, daarom roepen wij corporaties ook op om dat soort woningen met voorrang aan te pakken. En doen ze dat? We hebben afspraken gemaakt met corporaties dat zij inderdaad die woning als eerste aan gaan pakken. En dat zij ervoor gaan zorgen dat dat zonder een huurverhoging gebeurt. Zodat die huurders ook echt op vooruit gaan financieren. Dus dat is wel een goede zaak. Maar op de commerciële huurmarkt moet nog een hoop gebeuren. Zo zit in duizenden particuliere huurwoningen nog enkel glas. En dat moet echt veranderen. De Woonbond heeft wel een idee hoe dat aangepakt moet worden. Het kan door van enkel glas een gebrek te maken. Dan moet een verhuurder dat vervangen. En op het moment dat een verhuurder dat niet doet, dan kun je dat afdwingen bij de huurcommissie als huurder. Want als er dan enkel glas in de woning zit en de verhuurder doet er niks aan, dan komt er een huurverlaging. Zover is het nog niet. Er is wel een motie ingediend om dit te gaan doen. Dus omdat steeds meer partijen toch ook wel inzien dat wat je sowieso moet doen, is de meest onzuinige woningen aanpakken. En als er dan nog woningen tussen zitten waar eigenlijk al decennia niks aan gedaan is, want enkel glas is echt niet een hele nieuwe uitvinding, ja, dan moet je daar dus beginnen. Mevrouw Zuidgeest, het verhaal zal u bekend voorkomen, want u woont in een huurwoning in Amsterdam. Ja, klopt. En u heeft ook enkel glas. Heeft u uw verhuurder geprobeerd zover te krijgen om dubbel glas te plaatsen in uw woning? Ja, ik heb 3 jaar geleden heb ik hem daarop aangesproken en gevraagd of er meer wooncomfort gerealiseerd kon worden. Dat wilde hij toen ter tijd alleen doen tegen een minimale huurverhoging van meer dan 200 euro. Toen heb ik gezegd van nou, er zijn wettelijke kaders voor. En nu is het eigenlijk nog steeds zo dat we wel zeg maar met de huurcommissie of zeg maar met de woonvereniging hebben gezegd van nou, we maken er een rechtszaak van een en rechtszaak, kijken zegt u. Of we het zo afgedwongen hoe krijgen. Hoe lang bent u daar al mee bezig om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dat is nu inmiddels wel iets van zeker een jaar is er al overheen gegaan. Dus ja. U heeft een particuliere verhuurder, niet bij een woningcorporatie, en u probeert dus al een jaar. Ja, het voor elkaar te krijgen dat u geen enkel glas meer heeft. En en het is geen hogere wiskunde, want dubbel glas betekent gewoon voor een jaren 30 huis dat je er 1,5 dag mee bezig bent. Je bent er een paar duizend euro mee kwijt en that's it. Dan kun je er een huurverhoging voor vragen. Maar zelfs zeg maar met hele kleine dingen, zoals dat er in Amsterdam ook geen gijzers meer op gastoestellen mogen gebruikt worden. Nou, daarvoor wil ik met alle liefde een ander apparaat ophangen. Moet de verhuurder de elektra op orde doen? Zelfs dat lukt niet in goed overleg. Nou ja, en u bent niet de enige, want ik ga even naar meneer Bontewal. Mm-hmm. Dank u wel voor uw verhaal. Want uit recent woononderzoek van het ministerie blijkt dat private verhuurders, dat 61% van hen de afgelopen 5 jaar niet aan verduurzaming heeft gedaan. Hoe is dat mogelijk in deze tijd?
Ja, ik vind dat zelf ook kwalijk. Het afgelopen decennium hebben ze weinig geïnvesteerd in verduurzaming. Met het coalitieakkoord heeft dit kabinet juist gezegd... we gaan daar de turbo op zetten. En ik heb zelf in de Kamer ook nog niet zo lang geleden een motie ingediend... om alle woningen met E, F of G energielabels... om die uiteindelijk gewoon uit te faseren... en ervoor te zorgen dat dat soort woningen eigenlijk gewoon niet meer verhuurd mogen worden. En dat wordt nu in beleid omgezet... Dus dat is een kwestie van tijd voordat ook alle woningen uiteindelijk gewoon aangepakt moeten gaan. Ja, u zegt kwestie van tijd. In de afgelopen 5 jaar is er dus niks gebeurd. Dus hoe gaat het kabinet de verhuurders dwingen om er nu wel druk achter te zetten? Of het nu wel voor elkaar te krijgen? Ja, dat wordt gewoon een wettelijke verplichting. Okay. Dus de minister De Jonge is daar al mee gekomen. En heeft een einddatum op 2030 gezet. Dus de verhuurders hebben dan 8 jaar de tijd om hun hele... portefeuille te verduurzamen. Ja. Dus ze zullen gewoon de komende jaren heel hard aan de slag moeten... om daar in de buurt te raken van die 2030. En geldt dat dan ook voor de woningcorporaties? Want de verhuurdersheffing is afgeschaft. Ze hebben nu 1,7 miljard per jaar meer te besteden. Ook daar zijn tussen de 10% en 15% woningen nog met een E, F of G-label. Nou, dan zit je dus echt in een tochtige woning. Worden zij ook gedwongen om te verduurzamen? Ja, en er zijn ook al... prestatieafspraken gemaakt. Dus er liggen gewoon echt afspraken tussen de woningcorporaties en het Rijk om dit te gaan doen. Mm-hmm. Daar staat de tegenover inderdaad de afschaffing van de verhuurdersheffing. Dus die 1,7 miljard. Dus dat is het geld waarmee zij die verduurzaming kunnen doen. Maar ook daar zijn weer harde afspraken gemaakt om die woningen te verduurzamen. En ook daar geldt weer dat die woningen met slechte labels... die moeten er gewoon uit. Dat wordt gewoon verplicht gesteld. Nou, dat is allemaal toekomstmuziek tot nog toe. Ondertussen betalen huurders zich blauw aan de energierekening. Nou, wat nou als jij graag wil overstappen? We gaan weer terug naar Peter Essers uit Maastricht. Ik heb toen via prijsvergelijker heb ik ook nog hier en daar gaan kijken naar andere energieleveranciers. Maar daar kwam ik allemaal nog duurder uit dan dat ik bij Accent al op dat moment uitkwam. Overstappen was geen optie, hè? Je kunt ergens naartoe. Nee. Peter Essers had een vast contract met vaste prijzen bij Essent. En heeft nu bij Essent een variabel contract met hoge variabele tarieven. Hij probeerde over te stappen naar een ander, maar dat bleek nog duurder. Energieprijsdeskundige Koen Kuiper herkent dat. Als je nu wilt overstappen van de energieleverancier, is dat heel erg lastig. En vaak ook niet verstandig. Zeker als je een vast contract hebt, blijf daar vooral in zitten. Als je een variabel contract hebt, ook daar zie je eigenlijk dat je beter kunt blijven zitten. Want zodra je van een vast contract valt in een variabel contract... krijg je van de energieleverancier een verlengaanbod. En je ziet dat de tarieven in dat contract lager liggen... dan de tarieven in een heel nieuw energiecontract. Koen Kuiper schat dat tegen het einde van het jaar... 90% van de mensen een contract met variabele tarieven heeft. Hoewel ze dan veel duurder uit zijn dan vroeger... zijn ze nog altijd beter af dan een starter... Die kunnen wel vergelijken, maar zijn uiteindelijk altijd duurder uit dan iemand die al een contract had. En dus mensen die een huis kopen, mensen die voor het eerst gaan huren... Ja, die hebben echt te maken met de torenhoge prijzen. En die gaan ongelooflijk veel betalen. Hè. Die hebben misschien al een maximale hypotheek. En dan komt er ook nog een gigantisch termijnbedrag bovenop voor stroom en gas. Koen Kuiper die schat in dat aan het eind van het jaar... zo'n 90% van de mensen geen vast contract meer heeft. Nou, dan ga je zoeken. Kan ik iets nieuws afsluiten? En het aanbod is zeer gering qua nieuwe vaste contracten. Wat kan het kabinet daaraan doen? Ja, je ziet dat die hele energiemarkt eigenlijk op slot zit. Hè? Het feit dat ze zulke hoge tarieven vragen... betekent eigenlijk dat ze je gewoon niet willen als klant. Dus energiebedrijven proberen eigenlijk geen nieuwe klanten te trekken. Waarom zouden ze dat niet willen? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat ze daar ook allerlei risico's mee lopen. En dat zie je ook terug in de prijzen van die contracten. Dus als jij als nieuwe klant daar komt... dan moeten ze energie inkopen voor jou op die energiemarkt. Maar ze weten niet hoe lang jij blijft bij hen als klant. En je ziet dus dat ze al die risico's, die stoppen ze eigenlijk in de prijs. Mm. En de oplossing is weer dat we eigenlijk mogelijk gaan maken... dat ze weer jaarcontracten aanbieden. Dan zul je zien... Dat het een dempende werking gaat hebben op die prijs. Maar het feit dat ze alleen met die variabele tarieven werken... Ja, daar stoppen ze allerlei risicopremies in en dat maakt het duur. Dat heeft u aan de minister gevraagd. Van, moeten die vaste contracten niet gewoon verplicht... dat je dat daarvoor moet kunnen kiezen, ook al is de prijs misschien veel hoger? Ja. Wat heeft hij daarop geantwoord? Nog niks, maar ik ga er eigenlijk van uit... dat hij gewoon op korte termijn mogelijk gaat maken... dat die jaarcontracten weer kunnen gaan plaatsvinden. Dus nu een modelcontract, dat is variabel en ik zou eigenlijk willen... dat er ook gewoon een modelcontract voor een jaar vast komt.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar energieleveranciers in Duitsland, ik heb een aantal weken geleden zelf ook gewoon op de websites van Duitse energieleveranciers gekeken of je daar contracten kunt afsluiten. En die bieden geen variabele contracten aan, maar wel vaste contracten van een jaar. Dus daar zie je dat dat beter geregeld is dan in Nederland. Ja, maar is dat een deel van de oplossing, meneer Molenaar? Nou, ja, ik vind de hele discussie allemaal prachtig, hoor. Met heel veel woorden, wat in 2030 gaat gebeuren. En die slechte huizen met het lage energielabel moeten de markt gehaald worden. Terwijl er al honderdduizenden woningzoekenden zijn. Dus dat is kwats. Op het moment moet er iets gebeuren. Wij lijden allemaal pijn. En dat al de 1,2 miljoen mensen die onder de armoedegrens zit. En die kunnen niet wachten tot 2030 of 2023. Die moeten nu geholpen worden. Maar het is niet alleen die onderkant van die maatschappij, ook de middenklasse. Mm-hmm. En dat zijn gewoon mensen die niks getrouwd zijn, die hebben kindjes die misschien studeren. Die zitten zover in de kosten. Ja. En de overheid, Jet heb ik niet gezien op televisie. Kaag heb ik niet gezien. Die hoor je niet. En het is een nutsvoorziening. En een nutsvoorziening betekent, wij kunnen niet leven zonder gas, water of licht. En waarom gebeurt er nu niets? En we hebben het allemaal doorgeschoven tot na de openbare beschouwingen en wat dan ook. Die mensen hebben nu pijn en de winter komt er nu aan. En welke oplossing ziet u dan voor ze? Nou, je kunt om het begin al met toeslagen gaan werken. Aan iedereen of mensen die een bepaalde kostenpost heeft. Dat is heel makkelijk. Of aan laag betaalde met een toeslag gaan werken. Je kunt die woningbouwvereniging veel meer verplichten om te gaan isoleren. Want er vliegt de voordeur uit terwijl je rekening omhoog gaat. En ik vind het prachtig hoor, dat daar allerlei eisen voor zijn. Maar waar is de controlemechanisme? Dat die mensen inderdaad de isolatie krijgen. Ja. Nou, meneer Bontebal, kunt u hierop reageren? Ja, er wordt hier wel heel veel op één hoop nu gegooid. Kijk, u noemt net zelf toeslagen. Hè? En het lastige is, we hebben met elkaar een overheid gecreëerd die heel complex is geworden en bepaalde dingen niet meer goed kan uitvoeren. Ja. Dus ik heb een aantal maanden geleden zelf ook al aan de Belastingdienst gevraagd van, ja, wat kun je nou uitvoeren ook nog voor dit jaar? En dan zie je dus dat ze eigenlijk relatief door al die complexiteit heel weinig kunnen uitvoeren. En dat vind ik natuurlijk enorm pijnlijk. Ik denk, wat er denk ik op dit moment zou dus er is gebeuren. Eigenlijk is dat niet mogelijk, toeslagen, omdat de Belastingdienst dat niet aankan. Ik denk dat toeslagen op dit moment heel lastig is. Ik blijf zelf natuurlijk ook wel zoeken naar allerlei creatieve oplossingen om voor dit jaar nog wel iets te kunnen doen. Maar wat denk ik nu het belangrijkste is, deze week, eind van de week, komen ook de ministers op Europees niveau bij elkaar. En ik denk dat je moet kijken of je op Europees niveau een aantal ingrepen in de energiemarkt kan gaan doen. Daar wordt over nagedacht, die ook die prijzen weer naar beneden kunnen halen. Maar ja, dat is even afwachten of ze tot een... Maar dat de koppeling aan de gasprijs, wat af en toe in Nederland in stand is gehouden, terwijl alle andere landen tegen waren. Nu krijgen ze echt een koekje en eigen deeg, krijgen ze terug. Maar het gaat nog steeds om, die mensen moeten geld hebben. Als ik dan hoor dat ze willen halen bij de bedrijven, nou, het hele MKB zou het op instorten. Als ik hoor dat een frietzaak normaal gesproken 1000 euro energie betaalt, nu naar 8000 euro toe. Een bakker die springt van 25.000 euro naar 80.000 euro. En waar is nu de overheid? Juist. Dit zijn echt ernstige gevallen, hoor. Ja, ik krijg elke dag al die e-mails binnen. Ik bel elke dag ook met mensen die de rekening niet kunnen betalen. Met bakkers heb ik vandaag contact gehad. En met grote bedrijfsleven hebben ook enorm hoge energieprijzen. Volgens mij is het mijn taak om gewoon heel precies te zoeken van welke maatregelen kan ik nou nemen om die energiemarkt beter te laten functioneren. Nou, dat heb ik gedaan met schriftelijke vragen, met moties. Om gewoon die energiemarkt te temperen. Maar ik denk ook dat wel een onderdeel is van het verhaal. We hebben te maken met een internationale energiemarkt. U stelt vragen, maar u zegt ook, de minister heeft nog niet geantwoord daarop. Dus nee, maar daar zijn bepaalde termijnen. Dus die vragen en die zijn nog niet overschreden, die termijnen? Nee. Okay. Nee. Maar dus wat doen heel particulieren? Wat doen particulieren als ze hoge kosten krijgen? Die gaan bezuinigen. Ik heb nog niemand de overheid gehoord die zegt, wij gaan opnieuw onze uitgaven tegen dicht houden en we gaan nu kijken waar we op kunnen gaan bezuinigen. Nee, ze krijgen meer inkomsten, dus ze gaan nog meer uitgeven. Nee, ga bezuinigen zoals elke burger in Nederland nu moet bezuinigen, tot echt tot het gaatje aan toe, om te kunnen overleven. En de overheid, die bezuinigt niet. Goed, tot zover. Straks verder. Eerst even een belangrijke oproep. Want bij Kassa praten we niet over, maar met mensen. Dus wij willen heel graag die groep van 1,3 miljoen Nederlanders, die u ook net noemt, meneer Molenaar, die kopje onder dreigt te gaan, die willen wij graag een gezicht geven. Helaas heerst op armoede nog steeds een enorm taboe. En daarom hebben we je nodig. Want we beginnen een social media campagne. Hashtag ik red het niet meer. Heb jij ook het gevoel dat je niks fout doet, maar toch niet kan rondkomen? Wij horen heel graag je verhaal. Of je je nou zorgen maakt over een hogere energierekening of de prijs van je wekelijkse boodschappen, gebruik de hashtag ik red het niet meer en deel het met ons. En we houden je heel graag op de hoogte van al die verhalen via onze social media kanalen. Goed, zo meteen. In een tijd dat consumenten de hoofdprijs betalen voor hun energierekening, verlagen...